Nou mensen, herfst, paddenstoelen, pompoenen, wat willen we nog meer? Nou, we willen er iets frissigs mee maken in plaats van altijd maar met room en zwaar en veel. Ik ga de paddenstoelen marineren, zoals je ook alles op die manier kunt garen in het zuur. En dan moet je niet bang zijn dat rauwe paddenstoelen gevaarlijk zijn, dat zijn ze echt niet. Bovendien zijn ze niet meer rauw, want ze worden gegaard in het zuur. Ik snij ondertussen een dikke teen knoflook. En rauwe paddenstoelen kun je ook wel trouwens gewoon zo eten. Het enige is dat je er helemaal niets meer uithaalt. Je moet ze verwarmen om er iets mee te kunnen. Je lichaam anders verlaten ze je lichaam zo weer. Maar dat is ook niet per se erg. Okay. Knof. Salie past heel goed bij paddenstoelen. En tijm had ik hier ergens ook. En dan gaan we er een soort, een voorgerecht eigenlijk mee maken. Maar je zou het ook als bijgerecht kunnen serveren. En een uurtje marineren in ieder geval. Maar 12 uur mag zeker ook. Dus je kunt het ook heel handig een dag van tevoren maken als je eters krijgt of zo. En ook even hakken. Het wordt eigenlijk een soort chauffroid, een warm-koud gerecht. Want we gaan de pompoen, die gaat straks warm. En dan gaan de paddenstoelen er koud op. We hebben hier een heel mooi mengseltje van verse bospaddenstoelen. Ik heb wat pied de mouton. Er zijn kantarellen, ook wel dooierswammetjes. En we hebben, dat is dan weer heel strange, het zijn dan de babyversie van de king bolete. Ik weet niet waar die dingen ineens vandaan zijn gekomen. Maar boleten, die kun je herkennen aan dat ze plaatjes onder hun hoed hebben. Niet zoals een oesterzwam of een kanterel, die hebben die streepjes, die lamellen heet dat, onder hun hoed. Maar dat heeft zo'n bolet heeft dat niet. Die heeft juist zo'n dichte laag schuim. Die is wit als die vers is en die wordt steeds groener en zompiger naarmate die ouder wordt. Maar deze dingen, ja, je herkent ze vast wel. Hier zie je het beter. Die hebben wel de dikke steel van een bolet, maar die zijn onder hun hoed. Hebben ze ook gewoon lamellen. Dus ik weet niet wat het nou precies is, maar het is geen bolet, ook al heet hij zo. Maakt niet uit, lang verhaal. Hij is wel lekker. En we snijden een mengseltje van smakelijke paddenstoelen in charmante, hapklare brokjes. Gewoon van alles wat. En dan gaat er zometeen wijn en citroensap bij. Om hem in te garen dus. En alleen citroensap, dat wordt veel te heftig. Dan proef je die paddenstoelen niet meer. Dat is jammer. Zo. Een plankje vol voor 4 personen, denk ik. Wat u wil. Je kunt ze als ze helemaal onder het vocht staan, kun je ze heel lang bewaren in de koeling. Wel goed afgedekt natuurlijk. Of in een pot. Dan gaat het heel lang goed. Maak een ons zure mengseltje. Er komt straks ook nog wat vocht uit die paddenstoelen waarschijnlijk. Citroensap. Ik denk een half citroentje. Het ligt ook weer een beetje aan. De ene citroen is toch heftiger dan de ander. Peperzout. Want ook dat zout helpt natuurlijk weer om het voor het garen. Om het zo te zeggen. Garen zonder vuur. Dat is wel erg veel. Goed er doorheen mengen, zodat alles goed is aangeraakt. En dan dek je ze af. Je kan er ook nog een bordje op doen, maar zodat er wat extra vocht uit komt. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Als het voor langer is, dan doen mensen altijd zo, zodat hij zo in het buffet kan. Maar dan zit er dus heel veel lucht tussen, waar dus al die bacteriën in wonen. Dus je moet hem plat afdekken. Dat ziet er niet mooi uit, maar dat is wel slimmer. Hoe minder lucht, hoe minder bederf. In die paddenstoel dus lijkt je minimaal een uur staan, maar liever 12 of nog langer. En in dat geval in de koeling, hè. Dat uurtje, dat telt alleen als je het binnen. Dan kan je hem er buiten laten. Dan doen we ondertussen gaan we pompoen maken. We hebben hier een Turkse muts. Dat is een heel onmelige, smakelijke pompoen. En dan een half uurtje voor serveren haal je die gemarineerde paddenstoelen weer uit de koeling, zodat de kou eraf is. Dan snijden we de pompoen in spaghetti. Dat kan je doen met zo'n ding dat daarvoor is. Een spearlight. Ik weet niet hoe dat heet. Kan ook met een mandoline. Als je maar zo lang mogelijk een slierte maakt, daarom is het handig om een
wat lange pompoen. Zo'n butternut is er bijvoorbeeld ook heel geschikt voor. Dus ik zit nu nog aan het korte stukje van de pompoen. Dus mijn sliertjes zijn nog niet zo heel lang, maar dat geeft niet. Als je nou ook niet een mandoline hebt, kan je natuurlijk ook nog met de dun schiller een soort spaghetti snijden. Want een mandoline is leuk, maar het is ook het engste gereedschap dat we hebben in de keuken. Wat je overhoudt van die pompoen, daar kan je natuurlijk weer een... Mag dan wel in de soep. Ik vind het lullig dat altijd alle pompoen in de soep moet eindigen. Maar met de restjes pompoen kun je natuurlijk wel heel goed soep maken. Of curry. Of je bakt die blokjes gewoon even bij een ander groentegerecht. Ik zet even de pan op. En dan gaat er een teentje knoflook bij. Die sliertjes erin. En het hoeft echt maar heel even, dat snap je. Beetje peper en zout. En omdat we het nu met die gemarineerde paddenstoelen doen, die natuurlijk heel veel kruiden en smaak hebben, doe ik verder op die pompoen geen kruiden. Maar als je hem nou voor iets anders gebruikt, kan je dat natuurlijk wel doen. En zodra die soepel is, is die klaar eigenlijk. Hij begint nou soepel te worden, dan druppelen we er nog een beetje wijn overheen. Je hoeft hem echt niet helemaal af te blussen, want hij hoeft echt niet helemaal zacht. Maar dit is dan precies. Het mag nog best een beetje beet hebben. Hopla. Zodra ze soepel zijn, is het klaar. En dan doen we een hoopje van die pompoen, een schepje van die gemarineerde paddenstoelen eromheen. Komt uit mijn menuboek en daarin wordt het geserveerd met een kaastaartje met peer. Dus dan is het echt een hoofdgerecht. Maar zo is het eigenlijk ook al een lekker bijgerechtje. Of je kan het gewoon bij iets heel anders geven. Het past bijvoorbeeld ook bij aardappelpuree of misschien zelfs wel bij rijst of quinoa. Strooi er nog een beetje van de gebruikte kruiden overheen. En klaar. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.